Welkom bij Podium Papendrecht, de eerste aflevering. Vandaag hebben we 6 prachtige stukken muziek voor u en ik heb 2 gasten aan tafel. Straks praat ik met André de Jager, maar mijn eerste gast is degene die het initiatief heeft genomen tot dat wat nu geleid heeft tot Podium Papendrecht en dat is Lennart Knops. Lennart, fijn dat je hier weer bij mij aan tafel zit. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Eindelijk, hè? Dan gaat eindelijk de eerste aflevering draaien. Ja, daar is heel wat werk ingestoken inmiddels. En daar hebben we ook lang naar uitgezien. Zeker, zeker. Ja. Nou is het eerste nummer wat we zo meteen gaan beluisteren. Dat heeft de titel Perfect van Ed Sheeran. Heb jij daar nog iets mee of wil jij nog iets over vertellen? Ja, ik ben ook, hè, omdat ik ook heel veel met zang bezig ben, ja, met dat koren, in die korenwereld, dan... een menselijke stem, er is bijna niets mooier dan een menselijke stem. Hè? Dat is bij iedereen verschillend. En zeker als je dat samenvoegt, als je dat een beetje bij elkaar past, krijg je een prachtige koorklank. Maar goed, er zijn natuurlijk ook hele beroemde solisten. En ja, een van mijn favoriete tenoren is Andrea Bocelli. En dan zit je wel eens op YouTube zo eens wat te zoeken. En toen kwam dit nummer voorbij, Perfect Symphony. En dat zingt hij dus samen met Ed Sheeran. Een stukje Italiaans, een stukje Engels. En dat nummer dat heeft een heerlijke melodie. Ze zingen het ook schitterend. Mooi arrangement met een orkestje eronder. En ik maak ook onderdeel uit van The Musics. Dat is een muziekgroep van 6 vrienden. En daar heb ik dat nummer voor bewerkt. Dus het is een arrangement van jou wat we zo meteen gaan beluisteren? Ja. Ja. Dus ik kan tegen de kijker zeggen... U gaat nu luisteren naar een nummer van Ed Sheeran, Perfect of Perfect Symphony noem je het ook. Ja. Dus van Ed Sheeran, gearrangeerd door Lennart Knops. Thank you.
is jouw muzikale achtergrond? Ik ben begonnen als organist. Ik heb jarenlang orgelles gehad. Eerst op Goeree Overflakkee, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Mm-hmm. En toen ik getrouwd ben, nee, eigenlijk al eerder, toen ik in Rotterdam naar school ging, toen ben ik bij André de Jager gaan studeren. Dat was hier in Papendrecht. En ja, ik kwam mijn vrouw tegen in Rotterdam en die kwam toevallig ook uit Papendrecht. Ja. En hoe kunnen de dingen lopen? Ja. Want nu woon je in Papendrecht. Nu woon ik hier in Papendrecht al geruime tijd. Ja. 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 En een van de muzikanten, dat is straks ook onze tweede gast aan tafel, is André de Jager. Je noemt hem al. Je hebt les van hem gehad. Ja. Hoe is dat om nu samen deze korte concerten te geven? Ja, ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. He, dat, het gebeurt wel vaker hoor, dat docenten en leerlingen samen later ook optreden, zeg maar, of samen blijven werken. Maar na best wel lange tijd eigenlijk, we waren elkaar een beetje uit het oog verloren, ondanks dat we allebei in Papendrecht woonden. Maar ja, zijn we elkaar op deze manier, en ook in de koorwereld komen we elkaar zo af en toe wel eens tegen. André is natuurlijk een bekende koorbegeleider. En nou, in die hoedanigheid heb ik hem ook regelmatig wel gezien en samengewerkt. Maar ja, dit was toch wel weer wat anders. Ja, ja. Ja. Je had het al over koor, het koorwerk. Hoe ziet jouw muzikale leven er naast dit uit? Ja. Toen ik dus op Goeree Overflakkee woonde, toen was ik 16 jaar. En toen kwam er een dirigent die vroeg aan mij van, joh, ik hoorde jij orgel speelt. Kun jij met de repetities bij het koor in Nieuwe Tongen, kun jij daar mee komen spelen? Want dat vind ik fijn als ik een repetitor erbij heb. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Ik vond dat leuk om te doen. En ik dacht, ja, wat die man doet, ik denk dat ik dat ook wel kan. Met, met een iets te grote jas aan. Maar goed, ik heb daar wat scholing in gekregen. En ja, zodoende ben ik eerst met een jongerenkoor daar begonnen. Toen ben ik in Papendrecht komen wonen. Ja. En toen ben ik in Alblasserdam met een jongerenkoor gestart. En ja, zo kwam van het een kwam het ander. En inmiddels heb ik twee koren in Dordrecht. Eén koor in momenteel repeteren in Zwijndrecht en een reiskoor nog, waar we regelmatig mee op pad gaan. En nog een mannenkoor in de Hoekse Waard. Dus ja, dat koren gebeuren, dat is eigenlijk best wel een flink onderdeel geworden van mijn muzikale activiteiten. En naast dat ik natuurlijk samen met Maria optreed, cd's opneem. Ja. Maar daarnaast werk je ook nog, ja. Om het zo maar eens te noemen. Ja. Daar is nog tijd voor. Ja, ik heb veel vrije tijd over, dus ik kan ook nog werken, ja. Je kan ook, ja, dat is heel fijn, ja. Ja, nee joh, maar dat gaat ook wel, daar speelt de muziek ook wel inmiddels een belangrijke rol in. Want ik zit in de orgelbusiness, zo noemen ze dat dan, hè. Digitale orgels die je thuis kunt bespelen met de nieuwste technieken, houtwerkorgels. En ik heb jarenlang in de onderwijsfinanciën gezeten. Mm-mm. Maar dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan, zeggen ze dan. Het is toch muziek. Muziek. En het orgel heeft toch ook wel mijn passie. Ik ben vanaf mijn zevende daarmee bezig. Dus ja, dat is inmiddels is dat 30 jaar. 31 jaar. Dus dan kun je wel zeggen dat het in je bloed zit, zo zachtjes aan. Bij het volgende muziekstuk, kijkers, ziet u Hans van Blijdeveen, die Edelweiss gaat zingen voor u. Edelweiss is een van de vele beroemde melodieën uit de musical The Sound of Music. Ja, eigenlijk behoeft dat nauwelijks enige toelichting. Het werd gecomponeerd door Richard Rodgers. Forever, Edelweiss.
Wij vroegen André de Jager een solo te spelen op het orgel en hij koos voor het volgende nummer. Air van Johann Sebastian Bach. Aan tafel zit nu André de Jager, de organist die u zojuist er heeft zien en horen spelen. André, welkom.
Dankjewel. Op de dag dat we de opname maakten, kan ik me herinneren dat er in mijn lijstje stond orgelsolo. Dat moest jij natuurlijk zijn, maar er stond nog geen titel bij en wat je zou spelen. En ik kreeg de indruk dat je dat besluit op het allerlaatste moment maakte. Dat klopt. Ik had de optie tussen een improvisatie over een psalm of gezang uit het liedboek, of bijvoorbeeld de Air van Bach. Die laatste is het toch geworden. Het is een bijzonder geliefd werkje. Het is uit de derde orkestsuite van Bach, eigenlijk voor vioolsolo. Maar op orgel is het heel goed uitvoerbaar. Het klinkt ook goed op ons orgel in de Bethlehemkerk. En ik dacht, die wordt het. Die wordt het, ja. Ja, ja André, en je bent stadsorganist van Papendrecht. Is dat een erebaan of houdt het ook nog wat meer in? Voornamelijk erebaan. Bij mijn 40-jarig organistjubileum in februari 2016 werd ik benoemd tot stadsorganist van Papendrecht door toenmalig burgemeester Kees de Bruin. Het is feitelijk een eretitel. Ik moet op 4 mei het orgel bespelen in de Grote Kerk bij de jaarlijkse dodenherdenking. Dat hebben we kunnen zien. Dat klopt. Dat is een prachtig evenement, als ik het zo mag noemen, om aan mee te werken. En eerlijk gezegd is dat ook mijn enige verplichting als stadsorganist zijnde. Ja, ja. Er zijn in Nederland nu ongeveer zo'n 25 stadsorganisten. Het kan een betaalde functie zijn, dat je er vrij veel voor moet doen. Of een onbezoldigde functie, in mijn geval. In jouw geval, ja. En je speelt niet alleen orgel, maar je componeert ook veel. Ja. Want je hebt ook de tune voor dit programma gecomponeerd. Ja. Ja, dat was ontzettend leuk om te doen. Het moest natuurlijk voor alle instrumenten zijn. Ja. Een beetje pittig en opgewekt stukje. En ook, naar ik van jou begrepen had, ongeveer 20 seconden. Mm-hmm. Dus dat zijn al wat beperkingen waar je aan moet voldoen. Na enig denkwerk stond hij toch vrij snel op papier. Ja. En ik denk dat het een leuk stukje geworden is. Ik heb een filmpje gezien over jou in een andere serie. En in dat filmpje kwam naar voren dat jouw orgeltalent al vrij snel ontdekt werd en niet door de minsten. Feike Asma. Ja. Wij woonden destijds in Emmeloord, de Noordoostpolder, daar ben ik ook geboren trouwens. En mijn vader was daar organist van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Daar stond een heel oud pijporgel, dat was in slechte staat en moest vervangen worden. Er is toen besloten om daar toen heette dat nog elektronisch, Johannesorgel neer te zetten. Tegenwoordig is dat digitaal natuurlijk. En Feike Asma kwam het inwijdingsconcert geven. Het orgel stond boven op een galerij. Mijn vader vroeg toen, mag mijn zoontje boven bij het orgel zitten, vroeg hij aan Feike. Ik was een jaar of 10. Ja, zei Feike, dat is goed, als die maar stil zit. En klaarblijkelijk heb ik dus gewoon 1,5 uur doodstil naar de verrichtingen van Feike Asma zitten kijken, dat het die man wel opviel. Dus die vroeg na het concert aan mijn vader, hoe lang heeft dat jong al les? Nou, zei mijn vader, die heeft nog geen les. Nou, zei Feike, gauw doen dan, want nu kan het nog. Ja, ja. En aldoende heb ik eerst een paar maanden les gehad van mijn vader. Die heeft me toen naar de plaatselijke orgelleraar gestuurd en zo is het verder gegaan. Ja, maar hij zag dat alleen al het feit dat je zoveel aandacht had voor wat hij deed. Ja, dat een kind van 10 gewoon 1,5 uur stil en gebiologeerd naar ik zat echt recht op het orgel te kijken, op de klavieren. Ja. En doodstil, dat was wel bijzonder. Ja. Ja. Dan gaan we zo meteen luisteren naar Nimrod, een heel ander soort stuk van de Engelse componist Edward Elgar. Ja. En dan zien we je vol overgave al die registers opentrekken. Ja, ja. Het is zo mooi werk. Het is uit de Enigma-variaties. Oorspronkelijk voor orkest. Het moet heel zacht beginnen. En ik heb er eens een uitvoering van gehoord van een compleet symfonieorkest, waar dus de strijkersgroep wel zo'n 40 personen bevat en dan zo zacht kunnen spelen. In het midden is het fortissimo, zo luid mogelijk. En het eindigt ook weer heel zacht. Het is een heel gedragen werk. En op orgel heb ik er een transcriptie voor gemaakt en nu samen met Lennart orgel en piano gespeeld. Ja, ja, ja. En deze opname was ook enigszins kort na 4 mei, dus het idee zat nog wel in mijn hoofd. Ja, ja en Edward Elgar, even voor de kijkers, niet zo'n bekende componist, maar als we zeggen Lent of Omen Glory, dan weten we meteen waar het over gaat. Klopt, het is een zeer geliefd lied, wat ook in tegenwoordig steeds meer liedboeken voorkomt. Okay. Met andere teksten daarop. Ja. Ik schiet me zo gauw te binnen in Gods overwinning. Ik dacht dat hij in de Johan de Heerbundel stond. Ja. En het is een fijn lied om te zingen. Ja. En je hoort het natuurlijk ook altijd bij The Last Night of the Proms vanuit de Royal Albert Hall in Engeland. Ja. Ja. Waar alle mensen luidkeels staan mee te zingen. Zeer luidkeels. Ja. Nou, wij gaan nu luisteren naar Nimrod van Edward Elgar.
Voor het volgende muziekstuk blijven we nog even in Engeland bij Howard Blake. Voor de film The Snowman in 1982 componeerde hij de soundtrack waarvan Walking in the Air een onderdeel is. We gaan nu kijken naar een stuk van Wolfgang Amadeus Mozart, Rondo alla Turca. André, wat valt er te vertellen over dit muziekstuk? Het is een muziekstukje voor piano solo, ook wel de Turkse mars genoemd. Het laatste deel van een sonatetje. Je kan het op twee manieren uitvoeren, alleen als pianist, maar ook met meerdere instrumenten. In dat geval kun je als eerste een compleet arrangement schrijven, dat iedereen precies weet wanneer hij aan de beurt is. Maar volgens mij hebben wij dat niet gedaan. We hebben gewoon de originele muziek voor ons gehad. En vlak voor de opname werd er afgesproken, nou, dit is dan fluit, dit is hobo. Orgel en piano vullen hier en daar wat in. En dan komt het vast wel tot een goed einde. En dat werkt ook altijd op die manier. En volgens mij is dat ook goed gelukt. En kijk eens, veel plezier met Rondo alla Turca. Thank you.
We zijn nu aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Podium Papendrecht. Ik hoop dat u met veel plezier gekeken en geluisterd heeft. En dat u zeker klaar zult zitten wanneer we er weer zijn met Podium Papendrecht. Tot dan!